iedereen, welkom in een nieuwe video. Waarin ik eigenlijk iets wil vertellen over mijn afgelopen weekend. Voor degenen die de posts gezien hebben, die zullen zien dat ik samen met Sarah in het buitenland zat, in Menorca. Menorca is het eiland, een eiland van Spanje, waar dat mijn Mary, mijn PRM Mary, ook geboren is. En we zijn daar naar een aantal paarden gaan kijken en gaan bezoeken. En er is zoveel gebeurd in dat weekend, dat ik echt letterlijk 2 dagen tijd had om weer wat op mijn energie te komen en wat weer op te laden. Je hoort ook wel aan mijn stem dat er van allerlei dingen gebeurd zijn. Daarom wil ik ook een aantal dingen met jullie delen. Omdat daar hebben we een aantal dingen weer ervaren via de paarden. Maar eigenlijk zijn ze een heel mooi voorbeeld van hoe dat het eenheidsbewustzijn werkt. En hoe dat je kan manifesteren op een hele moeiteloze manier. Bijvoorbeeld was er op een bepaald moment, zijn we naar een merrie gegaan. Zijn we eigenlijk een fokkerij van PRM's. Dus Pura Raza Menorquense. Dat is verbonden aan de PRE's. Dus echt Spaans is. Maar bij de Menorquense zijn er nog wat extra strengere voorwaarden. Laten we het zo zeggen. Dus dat zijn allemaal zwarte paarden. Of toch de meeste. Nee, wat anders zeggen. Hoe zwarter, hoe beter voor het ras. Dus op een bepaald moment nodigt die persoon waar dat we mee afgesproken hadden, nodigt ons uit om mee te gaan naar een andere boerderij, dus naar die fokkerij. En Sarah en ik voelden allebei van ja, oké, ook al was dat plan niet, maar we voelden wel dat we eigenlijk inderdaad moesten meegaan, dat we op een of andere reden daar moesten zijn. Dus zijn we al twee onmiddellijk van oké, we gaan je volgen, we gaan meereden. En dan, toen we daar toe kwamen, bij een groepje merries met een aantal veulens, dan kreeg ik enorm veel pijn in mijn hartcentrum. En die vrouw die dus vandaar was, die daar werkte, die, toen ik zei van ach, ik kreeg echt plotse pijn in mijn hart, die was eventjes zoiets van oeh, is er iets aan de hand met jou? En dus, dan had ik ook onmiddellijk, omdat ik haar reactie en haar schrik zag, uitgelegd van ja, nee. Er is niets mis met mij, maar het feit dat ik dit voel, is dat er een teken is dat er een paard, of misschien meerdere paarden, met een probleem zitten. En ik voel, ik zei ook, ik voel dat het verbonden is met verdriet. En daarop zei ze van, ah ja, het is waarschijnlijk die specifieke merrie. En dan wees ze de juiste merrie aan en zegt ze, want een maand geleden heeft ze haar veulen verloren. Dus haar veulen is gestorven. En zij zelf was ook op het randje na dood. Want zij had een erge koliek gekregen. En uiteindelijk is ze er wel doorgekomen. En dus daar stond ze dan. En dus op dat moment, wat we zaten nog, op dat moment stonden we eigenlijk, laten we zeggen, aan de buitenkant waar de paarden niet konden. Heb ik mij met haar verbonden. En heb ik gewoon in mijn hoofd gevraagd aan haar, dat is eigenlijk ook hoe dat telepathische communicatie werd trouwens, gevraagd aan haar van kijk, als je healing nodig hebt, kom dan tot bij mij. Ik ben dan ook in een andere plaats gaan staan en binnen de minuut kwam zij, met nog een aantal andere merries, kwam zij tot bij mij. Dan ben ik in, samen met Sarah en die andere vrouw, in de paddock gegaan. En kwam dat paard onmiddellijk naar mij toe en gaf ze ook aan dat ze inderdaad die healing wow, ik kon haar heel gemakkelijk aanraken. Ze was heel open in die zin dat ze bleef staan, maar op het moment dat de energie begon te stromen, dus wanneer dat, iemand, een dier of een mens energie nodig heeft, dat begint in mijn handen te stromen. En dan ze liet dat wel toe,
Maar, en dat is iets wat ik ook al gemerkt heb bij Mary bijvoorbeeld, of bij andere paarden, dan wanneer dat het even te veel wordt, dan gaan ze weer weg. Omdat ze zijn niet gewoon om op die manier van mensen energie te ontvangen. Meestal gaan mensen bij dieren omdat mensen iets willen van hen. Maar niet in de omgekeerde versie zoals dat ze nu kon ervaren. En toen ik mijn energie met haar verbond, dan voelde ik dus zoveel verdriet. En je ziet dat ook aan die blik en aan die ogen. Hoe lastig zij het vindt. Te meer dat zij daar ook enkel gebruikt wordt om eigenlijk veulens voor te brengen. En dan, en je moet dat weten, dat is een merrie met hele, hele goede papieren. En dus die in de paardensport gezien wordt als het van het, topnotch. Maar zij had het gevoel van, ik beteken niets, ik ben niets waard. Want één, ik heb mijn veulen verloren, ik was zelfs niet in staat om het weinige dat ze van mij verlangen tot een goed einde te brengen. En eigenlijk zou ik nog veel meer willen doen. Dus zoals bijvoorbeeld mijn Mary wel in staat is. Mijn Mary wil ook mensen helpen en mensen healen. En dus daarom heb ik ook die mogelijkheid aangeboden om mensen die met haar een sessie willen doen, om dat te reserveren. Trouwens, als er mensen zijn die dat willen, dan kan je mij altijd nog een berichtje sturen via de website. Of je stuurt naar lindsay@schoolvoorassentie.be. Dat komt ook bij mij toe. Omdat mijn Mary is ook een healer, net zoals ik ben, Lois. En zij toont ook heel duidelijk aan wat het is waar je nog werk te doen hebt. Dus als je daartoe komt bij mijn paard en ook bij die andere paarden, is dat ook zo. Maar je moet er natuurlijk voor openstaan. En de paarden moeten kunnen voelen dat jij ervoor openstaat. Want anders, wat is het nut dat ze dat nog tonen aan jou? En dat is ook het stuk waar ik wil toekomen, dat bijvoorbeeld, dus op een bepaald moment waren de andere merries die daar stonden, en we zijn gewoon de hele grote merries, en ik ben zelf maar 1,65 meter, dus ik voelde me daar heel snel zo, letterlijk de kleinste, ik was ook de kleinste, behalve de veulens dan. Maar dus die merrie die dat veulen verloren had, die zorgde er ook altijd voor dat ik haar kon helpen. En in ruil daarvoor zorgde zij ervoor dat ik veilig was. Dus ging ze tussen mij en de andere Mary staan. Want de andere Mary wilden ook helpen. En ze waren natuurlijk nieuwsgierig van wat ben je aan het doen. En ik wil dat ook helpen. En dan was er een oudere Mary. Die zo wat de mater, of noem je dat? De mimi. Of de overste van de groep. En zij duwde dan de wat jongere paarden aan de kant, zodanig dat kon gebeuren waar dat moest gebeuren. En dan in een later moment hebben we ook met hengsten gewerkt. Eigenlijk was dat ons doel daar, dus niet zozeer gericht op merries, maar ja, we gaan waar we nodig zijn. En hebben we met hengsten gewerkt. En dus wat dat heel hard opviel, is dat wanneer ik en Sarah zeggen wij werken in vrijheid, dan is dat ook echt vrijheid. Dan, als mijn Mary zegt van het is genoeg geweest of ik ga gewoon eventjes drinken en ik kom misschien straks terug, dan is dat oké. Ik kan, er zijn dagen dat ik naar mijn Mary ga en dat ik denk, oh, ik ga dit en dat doen. Maar dat zij zoiets heeft van, ja nee, vandaag gaan we dat niet doen. Omdat alles gaat over energie en dat is het thema dat ik ook wil uitleggen van de wet van één. Dat is eigenlijk de enige wet die je moet kennen en begrijpen. Want jij bent energie, je bent ontstaan vanuit de bron waar dat al de rest ook uit ontstaan is. Dus ook jouw verlangens, ook die dingen die we manifesteren, ook jouw tweelingvlam, ook jouw zielsvrienden, ook jouw kinderen, ook het huis waar je wil gaan wonen, de reis waar je wil gaan doen, de auto waar je mee wil rijden, alles. Maar wat gebeurt er? Omdat we het niet kunnen begrijpen vanuit onze mind en omdat heel veel dingen niet kloppen, dan gaan we heel veel dingen gaan saboteren of verkeerd gaan interpreteren. En dat is hetgeen wat ik in het weekend ook heel hard gezien heb. Dus er waren twee hengsten, eigenlijk drie hengsten waar we mee gewerkt hebben. En dan toonde die vrouw van, kijk, ik werk ook in vrijheid. Maar wat wij onmiddellijk zagen was dat het eigenlijk een soort van geconditioneerde vrijheid is. In die zin dat inderdaad, dat paard werkte of had geen halster aan of wat dan ook. Maar
En hij voelde zich niet vrij om bijvoorbeeld aan te geven van die oefening die je nu voor mij vraagt, ik ga dat niet doen, want mijn lichaam voelt zus of zo aan, of ik zit niet in mijn goede energie of wat dan ook. Een ander paard werd omschreven als heel extravert, terwijl het gedrag dat hij toonde was eigenlijk een paard van een heel, introvert paard. Een paard die iets had van, ik wil eigenlijk maar niks te maken hebben met jou, maar ik ben wel nieuwsgierig, maar ik ga me niet onmiddellijk helemaal tonen en uitdrukken en wie dat ik ben aan jou, want ik voel me niet veilig, ik vertrouw jou nog niet. Terwijl dan een andere paard, dat gezien werd als een probleempaard of een probleem, of niet zoals als zij het zien en wist, is eigenlijk een heel gevoelig paard, een heel sensitief paard, die ook heel duidelijk toont waar dat je staat in jouw energie. Net zoals dat bijvoorbeeld Oda doet met mijn paard, mijn Marie. En door de manier waarop dat wij werken, hebben wij, en daar ben ik heel dankbaar voor, ook kunnen tonen aan die mensen van wat dat jullie zien als introvert-extravert. En het gedrag gaan interpreteren vanuit jullie mind. En dus niet vanuit de verbinding dat je voelt of vanuit de eenheid dat er is tussen jullie, dan ga je dingen op een verkeerde manier gaan interpreteren. Ik ga mijn telefoon nemen en ondertussen uitstappen, want anders, ja, ik ben ondertussen thuis gekomen. Wacht, hè. Eventjes. Voilà, zijn we binnen, kan ik verder. Dus wat ik wil zeggen is dat vanuit de mind gaan we heel veel dingen gaan proberen gaan verklaren. En we doen dat in tweelingvlamconnecties, we doen dat in al onze relaties, we doen dat in de dingen dat we zien. Maar het probleem is, zolang dat je niet heel bewust bent van wat je denkt en welke overtuiging dat je hebt, dat je eigenlijk jezelf constant aan het saboteren bent. Daarom is het net belangrijk en daarom is het ook zo superkrachtig om met de vlammen te werken. Omdat, wanneer hij vlammen werkt met de vlammen, ik heb ook de vlammen gebruikt trouwens om met de paarden te werken en om met de healing te geven dat ze nodig hadden. Omdat ze dan exact krijgen wat ze nodig hebben. En ik hoef dan ook niet te weten of te begrijpen wat dat is dat ze nodig hebben. Ze krijgen exact wat ze nodig hebben. Maar door met de vlammen te werken voor je eigen groei en je eigen situatie, en dus je eigen mentale beperkingen, om het zo te noemen, dus je eigen beperkte referentiekader uit te breiden en daar iedere keer buiten te stappen en buiten die comfortzone te stappen, dan wat gebeurt er wanneer je de vlammen daarvoor gebruikt? Dan geeft jouw ego zoiets van, ah ja, oké, het is maar energie. Het maakt niet uit. Maar de vlammen zijn zo krachtig dat ze eigenlijk elk stukje mentale barrière die er nog is, of mentale ideeën die je hebt die jou beperken, die gaan afbreken. En die gaan die zodanig duidelijk worden dat je gewoon niet anders kan dan het te aanvaarden. Ik ga ondertussen mijn poes buiten laten. There you go. Yep, Spooky. Spooky moet altijd eerst eens zijn neus buiten steken om te zien wat dat weer is. En dan beslist hij, ik ga ervoor of niet. Maar dus, om maar te zeggen, hoe krachtig dat energie is. En hoe meer je leert om vanuit energie te werken. En dus heel bewust te zijn, iedere keer in het moment van wat is er, wat wordt er hier getoond. En dus niet gewoon vanuit de ideeën die je hebt. En dat is hetgeen wat ik al 1000 keer gezegd heb tegen Sarah. Van, ik ben eigenlijk blij dat ik niet klassiek geschoold ben wanneer het gaat over paarden. Of dat ik geen traditionele opleiding had over hoe dat ik moet rijden. Omdat dat mij dan niet beperkt in hoe ik met mijn paard omga. Eigenlijk alles wat ik weet over paarden en hoe die dingen werken, dat weet ik doordat mijn paard mij dat getoond heeft. Of doordat andere paarden mij dat getoond heeft. En niet vanuit dingen dat ik geleerd heb van cursussen via andere mensen. Maar van de paarden zelf. Zij tonen mij en ik hoor en ik ervaar en ik voel en ik zie. En dan, als ik het niet weet of begrijp, dan vraag ik ook aan hen van toon mij. Wat is hetgeen dat je wilt dat ik hier nu weet of dat nodig is? Bijvoorbeeld was er een andere, dat was een PRE, dus een Spaans
een Spaanse hengst. En hij was ook al wat op leeftijd. En dus hij had een heleboel bagage in zijn lijf zitten, zou ik bijna zeggen. En toch, op het moment dat hij de mogelijkheid kreeg om via Sarah en mij healing te ontvangen en dingen los te laten en gewoon paard te zijn, dan nog was hij constant aan het inchecken bij die dame die ons de rondleiding gaf. En omdat hij zo verbonden was met haar en zo om haar gaf, dat hij voelde van zolang dat zij niet kon loslaten en zij niet volledig kon in die overgave gaan, dat hij eigenlijk voor haar moest zorgen en ook dus niet kon loslaten. Waardoor dat natuurlijk ervoor zorgde dat hij heel veel gedrag eigenlijk, of heel veel dingen gewoon tolereerde vanuit haar onzekerheid, vanuit haar angst. En dat is het punt waarin dat ik zeg van, er is een groot verschil tussen vrijheid en geconditioneerde vrijheid. En dat kun je ook doortrekken naar je eigen leven. Waarin ben je zelf geconditioneerd en waarin voel je je echt vrij? Kijk gewoon naar relaties. Waarin voel je zo vrij dat je gewoon ongecensureerd kan zeggen wat je denkt en voelt en ervaart? Zonder dat je weet dat, ook al gaat dat misschien bij de anderen hard aankomen, maar dat je weet van, ja, ik kan en mag dit hier delen. En dan nog zal die andere persoon mij graag zien of mij gewoon accepteren voor wie dat ik ben. Wetende dat als ze getriggerd worden, dat dat niets met mij te maken heeft. Maar dat dat iets is in zichzelf die nog mag aangekeken worden en geheeld worden. En let op, dat is geen vrijgeleide om gewoon altijd maar te zeggen van, ja, kijk, dat is hoe dat ik erin sta en deal with it. It's your problem. Nee, omdat ook dat kan, dus dan bij jezelf, zijn vanuit een diepe onwonde en een diepe gekwetstheid. Wat ik zelf heel lang gedaan heb. Dus ook daarin moet je opletten. Moet je heel bewust zijn van vanuit welke intentie, vanuit welke energie. En wanneer dat je op een neutrale manier in die communicatie en relatie kan staan, dan zou ik zeggen, dan is het eigenlijk geheeld. Dan zijn er geen belangrijke schaduw meer die jouw partner speelt op dat moment. Dus, dat gezegd zijnde, als je wil werken met de vlammen, of wat dan ook, maakt niet uit waar je ergens staat, want er zijn natuurlijk mensen die het programma met de vlammen al gevolgd hebben, dan zijn er altijd wel weer andere mogelijkheden om met mij samen te werken. Via de programma's of eigenlijk de meest persoonlijke manier om met mij samen te werken is een sessie met mijn paard, omdat dat letterlijk live is. En de tweede mogelijkheid is de tweelingvlamgroep, waarin dat ik ook video's deel, waarin dat ik antwoorden geef op persoonlijke stukken, persoonlijke vragen, informatie dat ik doorkrijg of wat dan ook. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik zie net 18:18 op de opnamerecorder. Misschien is dat voor iemand belangrijk. En ik wens je alvast een hele fijne woensdag of dag of maakt niet uit wat je bent. Tot de volgende!